Bubbly. Hallo, leuk kijken deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een Toka Boca opnemen. Ik heb er echt onwijs veel zin in. Laat ik maar gauw gaan beginnen. Ik had trouwens in de vorige video gezegd dat ik met Sophia in een appartement ging wonen. Maar wanneer ik deze video maak, staat hij nog niet online. Dus ik heb daar nog geen antwoorden op over hoe ik dat wil gaan doen. Dus ik ga dat in de volgende video doen, dat dan die online staat en jullie reacties dan ik ook kan zien. Omdat hij nu nog niet zichtbaar staat voor jullie. Wel voor mij natuurlijk, omdat ik ingelogd ben. Maar voor jullie staat hij nog niet open. Dus voor jullie heeft het niet heel erg veel zin. Laten we maar gauw gaan beginnen. Ik zie er misschien een klein beetje witjes uit. Ik hoest. Zo. Ik hoest best wel veel en heb het ook best wel koud. Ik heb koorts, dus. Dus als ik hoest, dan weten jullie waarom. Zo klinkt het ongeveer. Het is echt de hele dag door. Super irritant. Dus. Oh, ik heb het echt koud. Dus. Dus ik zie er misschien een beetje. Ik heb ook vallen onder mijn ogen en zo. Ik zie er niet uit. Maar oké, maakt niet uit. Dit is zo lekker warm. Lekker warm. Ik kan ook een capuchon doen, maar dat ziet er niet echt leuk uit. Dit is lang. Ik heb wel een warme trui aan. En ik heb mijn yoghurtboek aan. Ik moest aankleden omdat ik het ook ging opnemen. Dus dan moet ik wel aankleden. Want anders ik kan ik niet in mijn wasie blijven zitten natuurlijk. Zo, mijn stem doet het ook niet echt meer. Het spijt me. Waar waren wij? Wat waren wij aan het doen? Laat me even kijken beneden. Oh ja, ik had de was opgehangen. Die moet ik ook vandaag binnenhalen. Ik heb nog geen idee wat ik ga doen. Ik denk dat ik vanzelf wel een idee krijg om iets leuks te gaan doen. Dat is een beetje. En ik hoop dat ik dan in de volgende aflevering met Sophia naar het appartement kan. En dat ik dan natuurlijk een nieuw kind kan toevoegen in onze familie. Ik ga het hopen, maar ik kan jullie niks beloven natuurlijk. Maar ik ga het wel hopen. En ik heb het echt verschrikkelijk koud. Dus als ik weer zo'n rilling heb, heeft iedereen wel. Maar dan weet je wel waarom. Ik had echt sokken moeten pakken, maar ik heb geen sokken gepakt. Beetje dom. En Asja ligt op mijn tafel, dus ik kan ook geen sokken pakken. Oké, wat waren wij aan het doen? Ik denk dat wij net klaar waren met eten en dat hun gingen slapen, denk ik. Oh nee, ik had in bed gelegd, maar dat heeft hij waarschijnlijk weer niet Oh nee, dit is wel weg. Dat verbaast me dan nog. Ja, oké. Ik had niet verwacht dat hij weg was, maar hij heeft alleen het laatste stukje niet opgeslagen. Wat bij mij natuurlijk eigenlijk zowat. Oh, ik zie er echt heel slecht uit. Maar wat bij mij zowat eigenlijk altijd is. Dus ik ga het gewoon even dag maken en dan ga ik dus verder met het leven hier zo. En laat ik beginnen met de was buiten weg te halen, denk ik. Ik denk dat het verstandig is om nu even de was buiten weg te halen. En dan. Volg Sonja zeker ook nog even. Sonja's kanaal is Games with Sonja. Daar doet ze ook games op. Onder andere heeft ze ook één Toka geplaatst. En volgens mij is ze nu ook weer een Toka aan het plaatsen. Dus het kan dat er nu twee video's van Toka op staan. Maar dat kan ik je niet beloven. Maar volg haar ook zeker. Ze doet Pokémon TCG, Star Stable. Echt van alles. Dus volg ook zeker Games with Sonja. En abonneer natuurlijk ook op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En like dan ook. En klik dan ook gelijk op het belletje als je dat nog niet hebt gedaan. Maar de meeste mensen hebben dat wel gedaan. En vandaag wanneer ik deze video opmaak. Hoe laat zien en welke dag zien de video? Ik maak deze video op 4 maart. En 8 over 12. Zo laat maak ik deze video. Dus het is nu vandaag vrijdag. Ik heb geen idee wanneer de video erop komt staan. Dus ja, dat. De was binnenhalen. Ik denk dat Lola dat maar even gaat doen. Heel even die man meenemen. En dan de was even gaan halen. Zo. De handdoeken die we mee hebben genomen uit het winterpark. Ja, toen we op skivakantie waren. Want wij zijn ook nog op skivakantie geweest. Zie je deze aflevering nou als eerste? En heb je nog niet de andere afleveringen gezien? Kijk die ook zeker even na deze. Of kijk die nu, zodat je een beetje de verhaaltoon weet. Dus doe dat zeker als je dat nog niet hebt gedaan. Want dan weet je ook een beetje waar we een beetje over praten enzovoort. Dus doe dat ook even zeker. Zo. Ik kan wel twee handdoeken ophangen. Even anders hangen. En dan deze kleding is van. Zelfs staat dat leukbaar.
Ja, dat kan wel. Ik vind het best. Die daarbij hangen. Ho. Die daarbij hangen. En dan wil ik hem het liefst op deze. Ja, dank je. Ja. Ik zit eigenlijk te denken om Lola ziek te maken. Dus dat Lola gibberig krijgt of zo. Zo, mijn stem. Dat klinkt niet goed. Oh, wacht. Ik weet wat ik ga doen. Ik ga foto's voor Sophia in de mal, in de hus maken. Ja, oké. Okay. Ik ga met hun even naar beneden. En dan ga ik naar de hus. En dan maak ik daar twee foto's. Wat zit eigenlijk in deze bakken? Alweer het huiswerk. In de vorige video zien jullie ook hoe mislukt alles staat. En hoe dat precies is gegaan. Want we hebben het huiswerk besteld. Maar de boeken, ik weet het niet wat er mis is gegaan. Er is iets misgegaan, maar ik heb echt werkelijk maar geen idee wat. Dit was het volgens mij het formulier van dat het verstuurd werd. Dan gaan we naar beneden. En ik moet ook nog eten voor Jackie halen. Ik zit te denken naar een titel. Wat ik dus, want ik moet natuurlijk een titel verzinnen. Maar ik weet het niet, een titel. Voor mijn video's. Behalve als ik natuurlijk echt iets heel speciaals doe. Zoals toen Sophia in het ziekenhuis belandde omdat ze gebroken been had. Toen had ik wel een goede titel. Maar ik weet nu geen titel. Dus ik zit een beetje na te denken. Over wat ik dus ga doen vandaag. Ik denk dat het ook belangrijk is als ik vandaag avondeten ga halen, denk ik. Ik besef me eigenlijk dat we in Tilka nauwelijks lunchen. Eigenlijk alleen maar avondeten en ontbijt. Maar lunch wordt eigenlijk altijd wel een beetje vergeten. Oh, mijn handen. Maar het komt ook dat mijn raam hier net open stond. Echt. Ik snap niet waarom mijn moeder mijn raam open heeft gedaan. Oké. Okay, heel even tegen hun ouders zeggen. We gaan even iets halen in de hus bedoel ik. Wat geld mee. We pakken gewoon twee losse geld. We gaan niet helemaal daar uitpakken en zo. Een tassie van Annie. En daar doen we ook even het geld in. Zo. En ik moet ook nog de gratis geschenk ophalen. Dus we hebben aardig wat op te halen. Dus laten we maar gauw gaan alles ophalen en zo. Als je denkt, waarom zit het zo? Ik heb het net uitgelegd. Ik heb het echt stervenskoud. En ik kan hier ook geen deken omheen slaan. Het ziet er een beetje raar uit. Dus dat ga ik niet doen. Ik ga het gewoon volhouden nog een half uur. Ik ga denk ik 37 minuten ongeveer. Zo'n een half uur denk ik. Dat ik het ongeveer zo lang volhoud. Hou ik het niet langer vol, dan ja, moet je daar maar mee dealen. Daar kan ik ook niet zoveel aan doen. Oh, hier heeft hij geen gratis geschenken. Nou, dat zal wel. Want opeens werken we samen met H&M. Maar ze hebben daar geen gratis geschenken. Het zou wel liggen. Maar bij Sophia heb ik natuurlijk foto's van iedereen. Ik zit alleen te bedenken dat ik de outfit ben vergeten. Dus dat ze nu hun jassenfoto krijgen. Ja. Het spijt me trouwens als ik hierboven kijk en niet naar de camera die hier zit. Maar hierboven zit een schermpje en nou, dat is een beetje automatisch dat ik daarnaar kijk. Dus spijt me. Dus ja, dat. Een beetje. Ja. Ik besef nu dat ik echt nog maar twee keer heb gehoest. Maar het is twee keer wel echt heel pijnlijk hoesten. En dat is irritant. Maar het komt omdat ik het als mijn zuster heb. Oké, okay, laat ik beginnen met leuke outfits aan te doen. En ja. Oh, doe maar niet. Even bedenken wat ik op mijn kopje ga zetten. Sowieso, nou die brillen die heb ik al gebruikt. Deze vind ik wel leuk. Ja, en dan doen we jou een hus outfit aan. Boop. En ik heb ook volgens mij nog geen foto van Lola. Dus dat is allemaal hartstikke fijn. Oké, okay, ze heeft. En dan gaan we nu dus even bekijken welk patroon ik erop wil. Zou ik het gewoon normaal doen? Ik denk dat ik het gewoon normaal doe. Een leuke achtergrond. Ik vind dit wel een leuke achtergrond. Here we go. Kijk hoe cute. En dat is dan de eerste foto. En dan doen we die kleding weer even teruggeven aan dat mens. Wacht. Ik ga dat even anders doen. Want waar is nou weer die kleding? Huh? Oh, de kleding is nog aan. Huh? Oh, het moet zo. Zo, dit ging goed. Jongens, toch. Jij mag de kleding weer vasthouden, maar zo. En dan ga ik deze nu opdoen, want die vind ik ook leuk. Dus dan pak ik nog een keer de hus outfit. Deze op mijn kop. Deze. En deze. Oh, jij bent al op de foto geweest. Jij hoeft niet nog een keer. Hallo. Wat is dit? Doe niet zo vervelend. Niet de tas pakken met geld. Stout. Ook wat gaan we ook. Als eerst ga ik hier een achtergrond kiezen. Ja, lekker fel. Dat past wel een beetje bij haar. En deze.
Oké, nee, dat ziet er echt niet uit. Nog een keer deze. Ik heb die al eerder gedaan, wel bij papa of mama. Maar dat maakt niet uit. Ik kreeg een berichtje, dus die wou ik heel even kijken. De jassen weer aandoen en alles. We hebben dus nu twee hele mooie foto's. En daar gaan we natuurlijk ook mee terug naar huis. Wat doe je, Assie? Oh, shake. Ik noem Asja altijd Assie. Dus als je denkt, ze heet toch Asja? Ja, ik noem Asja altijd Assie. En daar luistert ze eigenlijk ook naar. Dus er is niet heel erg veel verschrikkelijks. Twee hele mooie foto's. Ze zit op mijn tafel. Kunnen jullie alleen het niet zien, maar dat maakt niet uit. Twee hele mooie foto's. En opeens heb ik een schilderij in mijn handen. Huissleutel is misschien niet het beste idee. Twee. Ja, 20 cent, 20 euro of zo. Of hoe je dat ook kan noemen. En zo ook bij elkaar. Ik heb geen idee hoe je dat noemt. Ik zou niet aan slijm ruiken. Dat is niet super lekker. En ik zou ook niet aan pen eten. Wacht, ik ga je laten zien. Kom hier, kom hier. Kom hier. Oh, die jongen, je bent zo zielig. Ik heb zo'n medelijden met jou. Nee, blijf hier. Blijf hier. Blijf hier. Blijf hier. Nee. Please. Laat me zo lonely. Oké, dan zet ik hier boven op bed. Klimmen. Ja, ik heb hem boven op bed gezet. Alleen het ging niet zo soepel. Ze klom niet. Ik moest even bedenken wat ik ook weer moest zeggen daarvoor. Twee mooie foto's moeten naar het bovenste brengen. Omdat die bij Sophia's kamer moeten. Boe. Echt, mijn lip is echt dood. We gaan niet smakken. Oh, jongens. Zo. Ik heb wel hoestabletjes, maar die heb ik. Oh, die liggen daar. Maar je mag er 20 op één dag eten. 20! Ik hoef toch niet te verzeiken in die snoepjes? Ik heb er nu twee en het is 12 uur, dus dat is wel prima. Vanochtend eten dat ik toen als een malle aan het hoesten was en. Toen ik ging aankleden. Want ik heb tot 10 uur ongeveer in mijn wantie. Eigenlijk wou ik ook de hele dag in mijn wantie blijven. Maar dat werd het niet. Dat werd het niet echt. Nou, ik vind het wel heel cute. Maar ik ga het ietsje rechter hangen. Want het zit een beetje schots en scheef. Wie appt mij de hele tijd? Ik word er niet goed van. Zo. Moet je er nu echt uit? Als ik op die kabel bijt, hè? Ik bijt echt in jou. Mot gaat er nu uit? Nou, ik vind het niet goed. Dit hangt zo wel schattig, toch? Ja, ik vind het wel. Serieus? Moet dit? Asja. Asi. Echt doven. Ik ga heel even opeens op de gang zitten voordat ze heel de. Moet ik jou niet leren om zelf de deur open te doen? Misschien is dat een goed idee. En daarna ook weer te sluiten. Maar ik ga er even naar buiten. Wil je naar buiten? Amiel. Oh, dan doe ik de deur wel niet open hoor. Ze is buiten. Maar dat ging echt heel soepel. Ja, ze heeft dus hier denk ik een uur geslapen. Dus dan ben je er ook wel een beetje klaar mee. Snap ik ook allemaal wel. Maar niet tijdens een video. Want dat is altijd zo. En mijn haar zit ook echt niet. Ik heb het wel gekamd, maar het is niet echt te zien. En ik heb krullen. Want ik slaap al 3 dagen met langer. Misschien al een week met knot. Wel douche ik, maar ik vind knot gewoon chill om te slapen. Oké, nu. Nu gaan we naar beneden om dus de jassen uit te doen. Ik ga trouwens ook andere kleding aandoen met Lola. Want ik doe niet telkens dezelfde kleding aan. En dat vind ik een beetje lelijk worden. Dus ik ga even andere kleding aandoen bij haar. En bij Sophia heb ik dat al wel omgewisseld. Dus ik ga heel even die kleding omwisselen. Heb ik geen leuke kleding die ik aan kan doen met dit weer? Omdat het is nu wel zonnig. Maar ik ga het daar even regenachtig maken. Hebben jullie trouwens een idee hoe je. Hoe je regen kan krijgen. Want ik zie altijd op TikTok mensen die regen hebben. Maar ik kan het dus nergens vinden. En ik heb overal wel gezocht. Maar ik kan het nergens vinden. Weet iemand wat je daarvoor moet kopen? Of waar je dat kan vinden? Laat even weten in de reacties. Want die wil ik wel graag hebben. Om aan te zetten dat ik regen krijg ook. En dat ik dan ook een paraplu ergens kan zoeken en zo. Dus laat het even weten in de reacties. Dus dat. Op de vorige video zijn trouwens onwijs veel reacties gekomen. Ik heb die reacties nog niet bekeken. Echt specifiek bekeken in ieder geval. Maar
ik ga het bij de volgende wel doen. Omdat ik dan natuurlijk kan weten of ik Lola of dat ik Sophia naar een appartement moet sturen. Omdat we dan... hoe heet dat? Omdat we dan natuurlijk nog een kind erbij kunnen nemen. Ik ga echt andere kleding aan doen. Ik vind dit een beetje frisjes. Dat vind ik niet echt heel leuk. Wat hebben pap en mam aan? Ja, dat is allemaal wel prima. Maar wij zijn heel bloot gekleed. Met korte broeken. Ik snap het niet, want ik zit hier al te rillen met een trui en een joggingbroek aan. Weet je, ik ga hier zo meteen een thermoshirt onder doen. Ja, ik ben echt fantastisch. Deze zou ik nog gewoon in slaap willen vallen. Ik heb wel 8 uur geslapen, maar ik was ook om 3 uur al wakker. En toen heb ik nog een uur wakker gelegen. Toen heb ik Zoja geroepen. En toen heb ik paracetamol genomen, hoestablet. En toen ben ik weer gaan slapen. Toen heb ik deze iedereen kent het toch wel? Ik ben even de naam vergeten. Winnie de Poe. En die heb ik toen onder mijn kussen neergelegd. Want dan lag mijn kussen wat hoger omdat ik het benauwd had. En ik weet, er komen dan reacties op. Je moet je laten testen, maar dat heeft eigenlijk nauwelijks zin. Want ik heb natuurlijk pas corona gehad. Dus grote kans dat die weer positief aangeeft omdat het nog in mijn lichaam zit. Ik heb echt niks warms voor Sophia. Beter dat ik dat wel hier heb. Kijk, hier heb ik wel warme dingen. Nee, ik heb echt alleen maar korte dingen. Wat is dit nou weer? We pakken gewoon even een trui van papa. Ik vind het best. Dit even in de wasmand gooien. Oké, dan gaan wij weer naar beneden. En dan gaan we maar even op ons telefoon. Oh nee, we gingen eten halen, hè? Eten kopen. Zullen we dan pizza halen? En ik ga niet opa en oma weer laten slapen. Misschien, ja, ik heb echt een goud idee. Ik heb echt een perfect idee. Een van ons in de familie krijgt corona. Ja, ik vind het helemaal goed. Ja, ja, ja jongens. Alleen mondkapjes hoeven we niet, want we wonen in een andere wereld. En mondkapjes zijn niet verplicht. Oh, ik ben echt goud. Ja, ik vind het goed. We gaan naar de teststraat. Ik heb natuurlijk alleen geen teststraat, dus we gaan een zelftest doen. Thuis. En wie ga ik dan besmet maken? Zou ik dan Lola besmet maken? En daarna Sophia en daarna papa. Dus Bram en daarna Nicolette. Dat is de moeder voor degenen die het niet meer weten en die net komen kijken. Zet op het raam. Het raam is dicht, maar alsnog. Mijn kamer warmt niet op omdat mijn deur dicht is. Maar hola, ik moet nog een kwartier, jongens. Ik vind het knap voor mezelf, ja. Ik hoef nog een kwartier. Ik heb al een kwartier volgekletst. Ze was, oh mijn god. Bijna mijn muis die dacht, ja doei, ik ga even vallen. Dat zag waarschijnlijk echt... Dat zag waarschijnlijk echt heel dom uit hoe ik dat precies deed. Maar het spijt me, ik kan er niet zoveel aan doen. Die hangen we daarop. Ik hang die gewoon even daarop. Dan hangen we die twee ook naast elkaar. We gaan een testtest doen. Oh ja, we gingen een testtest doen. We gingen helemaal die boodschap doen. Wat ben ik aan het doen, mensen? Oh ja, nu weet ik een goede titel voor de video. Ik weet een hele goede. Mag ik testen? Tuurlijk. Hoe dan? Omdat ik me niet lekker voel. Ik ga ook testen. Oké, doe dat. Waar liggen ze? Sorry voor een oorbeschadiging. Maar opa en oma die moeten al lang weg zijn. Want anders besmetten we hen ook nog. En dan landen ze meteen op die zee. En dan gaan ze dood. En dat mag niet. Nee. Wat ga ik als test gebruiken? Heb ik iets wat klein en in mijn neus kan? Ja, dit potlood. En ik vind het helemaal best. We gaan thuis testen doen. Oké. Jullie moeten denken dat hij dus... even die aanzetten. Jullie moeten denken dat hij dus zo omhoog gaat. Eerst gaan we in de keel. En nu gaat hij in de neus. En tot en met daar zo, ja. Oké, dat is 1. En die moeten we hier in de koelkast bewaren. En dan na een kwartier mogen we kijken wat de uitslag is. Even kijken hoor. Ja, deze er nog even opgooien. Wat ik dus afgelopen keer zat te proberen. Want je ziet heel veel op TikTok. Zie je dus dat dit. Als je dat heel lang doet. Dat je dan zo'n lijn krijgt. Maar dat
werkt niet. En toen hadden ze deze er bovenop gedaan. Maar ik kan natuurlijk niet twee dingen pakken hier. Maar dat werkt allemaal gewoon niet. Of nee, ze hadden... Oh, maar dat kan helemaal niet. Ik weet het ook allemaal niet. Oh, zit in een kindersje. Die moet ik ook nog steeds weghalen. Oh, wat schandalig. Wacht, ik ga die eerst weghalen. Kinderstoel weghalen hoor. Ik ben benieuwd hoe ze dan staan. Of ze dan staan, of dat ze dan zitten op een stoel die er niet is. Weet je, we gaan het wel zien. Ik vind het best. Een stoel. Deze stoel hebben we overal. Even kijken. Of komt ze dan gewoon op deze stoel te zitten? Oeh, waar viel zij? Zij viel hier. Daar stond die stoel niet. Oké, nu gaat Lola testen. Eerst in de keel. Zoals jullie weten, doet het bij mij ook in de keel. Maar ik heb al een tijdje geen zelftest meer gedaan, gelukkig. Ook omdat ik positief was, dus het was niet echt nodig. En in de neus. En dan nu doen we hem in de koelkast. De rechter is van... Oké, het is nu een kwartier later. En ik doe gewoon een fake dat het een kwartier later is. Ik vind het helemaal best. Het is nu een kwartier later en we gaan kijken. Wie zou ik positief maken? Oh ja, ik had Lola gezegd, hè. Sophia, deze is voor jou. Oh nee! Oké. Even deze erop gooien. Ja! Yeah! Zo negatief. Nu die van mij. Huh? Ik ben... Oh. Oh ja, ja, dat is goed. Ik ben positief. Mama! Dat was een hele brokkige stem. Maar oké. Okay. Ja, wat is er? Positief. Dat is schandalig. Maar, gooi maar gauw weg. Want anders komen er nog mensen achter dat jullie positief zijn. En school dan? Ja, en school. Moet ik ook test blijven? Nee, jouw test is negatief. Maar we gaan nog wel even bij de GGD testen. Dat doe ik trouwens na de video. Want dat is veel makkelijker. En dan hou ik jullie nog wel even op de hoogte. Of het positief was, waarschijnlijk wel. En misschien kan ik dan ook nog doen dat Sophia toch positief is. En dat ik dan in deze aflevering nog niet naar het appartement kan. Heb je ook even een pennetje ergens, mensjes, wezentjes? Ik pak gewoon even zwart. Is het zwart? Oh, nu is het grijs. Dat maakt niet uit. Test. GGD. Even de zaakjes positief. Zodat ik niet ga vergeten dat het positief moet. Oké. En dan doe ik even een vakje maken dat het van Tulka is. Zodat we dat niet gaan vergeten. Oké. Ik heb het opgeschreven. Ik schreef het best wel langzaam. Maar dat maakt niet uit. Het staat er. Ik heb hier nog steeds dat andere blaadje. Maar ik zat me te denken dat ik het eigenlijk gewoon daarop moest plakken. Maar dat heb ik niet gedaan. Oké. Misschien kan ik het... misschien moet ik het gewoon hier opschrijven. Oké, we gaan het nog een keer schrijven. Deze zou ik even een vakje bijzetten dat die goed is. Even googelen hoor. Test. Geen of jullie mij goed zien, maar ik moet het even schrijven. Test GGD. Positief. Oké, dat haakje is best wel slecht gelukt. Toka Boka schrijf ik nu even. Toka Boka. Oké, en dan doe ik hier een vakje van of die geslaagd is of niet. Ja, ik ben altijd van die vakjes. Ik vind dat leuk om af te kleuren. En dan heb ik hier mijn blaadje met de dingetjes die ik in de volgende video ga doen. Deze even ophangen en weer terugklappen, zodat niemand kan zien. Er staat dan met 200 op. Maar oké, maakt niet uit. Die koelkast is ondertussen ook zijn warmte verloren. Dit gaan we weggooien. Even die daar neerleggen. En dan gaan we Lola maar denk ik gewoon naar bed sturen of zo. Dat ze gaat slapen of weet ik het. I don't know. Oh ja, ik weet wel wat. Het bed van Sophia is een betere kwaliteit dan het bed van... Hoe heet dat dan van Lola? Dus dan mag ze bij Lola in bed slapen. Die tv die gaat ook dit dat aan. Ik vind het maar niet oké. Ik doe eigenlijk nauwelijks iets met die ouders. Maar die ouders zitten ook niet echt in de hoofdrol. Moet ik die ouders al
ouder maken. Dus dat ze opa en oma worden. Nou, maar ze worden nog niet opa en oma, want er is nog niemand zwanger van de kinderen. En dat gaat voorlopig ook nog niet gebeuren. Misschien hooguit een vriendje dat ik er ergens vandaan gaat overen. Maar voor de rest heb ik nog niks. En ik heb ook nog niet zo'n heel leuk idee daarvoor. Ik denk dat het eerst belangrijk is dat ik Sophia naar het appartement stuur. En dat ze daar dan haar leven opnieuw gaat opbouwen. Ik denk dat dat eerder belangrijk is dan dat ik al een vriendje ga zoeken of zo. Dus, en dat ik dan voor Lola nog een klein zusje kan regelen of zo. Ja, ik weet het ook nog niet. Heb je leuke ideeën? Die heb je natuurlijk ook alvast in de vorige video kunnen neerzetten. Maar die heb ik nog niet. Dus ja. Ik pak heel even de pyjama. Die switch ik ook gelijk om. Deze trui doe ik natuurlijk ook gelijk schoonmaken. Omdat er... Oei, joh, dat was echt een heel eng geluid hier. Knijters. Maar die trui zit natuurlijk waarschijnlijk ook COVID in. Dus dat gaan we lekker daar doen. En ik neem even een knuffel mee. Gewoon omdat het kan. En deze neem ik wel gewoon mee. Gewoon omdat het lekker is om met knuffel te slapen. Dat is oprecht gewoon lekker als je ziek bent. Oké, okay, nou, zij gaat er ook aan slapen, heel boeiend. Ook zij doet er trui in de was, omdat hier natuurlijk waarschijnlijk ook COVID op kan zitten. Zij blijft nog wel heel even wakker. Oh, nee, nu gaat het fout. Slapen. Ja. Oké, okay, ik weet niet, heb ik hier mijn telefoon? Ja, zij gaat nog gewoon heel even op de... Oh ja, die kruk heb ik ook nog steeds. Die doe ik even hierin. Ik heb geen kruk meer nodig. Zij gaat nog even op de telefoon terwijl dat, Lola nog slaapt. Ik heb nog 16 minuten. Het is wel een kort video, hè? Ja, kort video. Ik ga wel iets doen met papa en mama nog even een paar minuten. Oh. Het is echt schandalig. Waarom wordt mijn camera opeens water? Maar het is echt schandalig, hè? Als je net corona hebt gehad en nu ben je ziek. Ah, het is net oké. Okay. Is niet oké? Okay. Nee. Besef even hoe zacht ik soms praat en hoe hard die microfoon dat overplaatst. Want net toen ik zo zat, toen praatte ik best wel zacht. Waarschijnlijk heeft bij de microfoon dat ook wel wat zachter dan ik nu praat. Maar het lijkt bij mij best wel hard nog. Want ik kan de... Ik heb een Blue Yeti ding of zo, weet ik het. Hij heet Yeti in mijn programma. En wat? Oh ja, ik ging iets met papa en mam doen. Wat gaan we doen? Misschien gewoon een lekker broodje eten. Het is 12 uur en ik heb ook... Het is 12:30. Ik heb nog niks gegeten, maar ik heb ook geen trek. Oh, we hebben nog één bord. Wat schandalig. We pakken even een bord uit de wasmachine. Dan moet hij echt aanzetten, maar ik heb geen zin om die aan te zetten. Het is echt schandalig, maar ik heb gewoon geen zin om die aan te zetten. Even wat lekkers hier opgooien. We hebben echt... Kom dan, Mies. Nou, jongens, het is altijd zo. Ik moet altijd niezen als ik een video met jullie opneem. Het is echt heel erg apart. Maar nu wou die niet komen, dus dan boeit me natuurlijk vrij weinig. Wat ik gewoon ga doen, is ik ga gewoon een eitje in de tosti doen. Het maakt me eigenlijk vrij weinig uit. Op de manier hoe dat er dan uitziet in mijn brood. Mijn strijkijzer, dat is aan mijn strijkijzer te doen. Kijk, als hij mijn ei kapot brandt, ja, zijn schuld. Had hij mijn ei kapot moeten... Niet moeten te branden. Ja, ik kom lekker uit mijn woorden. Ik ga gelijk even die wasmachine aanzetten. Hallo, wat is dit? Ga eens even daar... Oké, en even die kant op. De wasmachine is klaar, maar die ga ik nog niet leeghalen, want daar heb ik geen zin in. Dus die laat ik nog even lonely open liggen. Even koeken. We gaan denk ik gewoon hier zitten en we gaan even tv kijken. Ik vind het helemaal best. We gaan een hamburger kijken. Oh nee, is fout. Het woord is fout, jongens. Het is niet goed. Oh ja, laat ik ook Jackie even wat eten geven. Waar ga ik allemaal naartoe? Ik heb ondertussen alle fronten gehad, maar nog steeds niet goed. Dogfood. Die geven we even aan Jackie. Zetten we het kussen daar zo. En het water, dat kan hij ook drinken. Zo. Oké, nou, alles is op, dus ik moet het zo meteen wel weer bijvullen. Maar dat ga ik misschien in de volgende aflevering doen. Want ik ga nu helaas deze video afsluiten. Ik zou nog even alles uit de vaatwasser halen. Zo.
Ik besef nu echt dat ik weinig heb gehoest eigenlijk. Dit moet weer terug in de vaatwasser, maar daar gaan we even niet op letten, jongens. Ik heb nog niet ervan gegeten. Helemaal niet met ei of zo. Nee. Oké, de pannen. Waar had ik de pannen staan? Had ik die daar staan? Oh, die had ik hier staan. Oh, nee. Huh? Waar had ik mijn pannen staan? Oh, die heb ik daarboven staan. Ik wist gewoon even niet meer waar mijn pannen stonden, joh. Oh ja, ik heb natuurlijk die maaltijd gemaakt. Die duurde echt lang. Want toen moest ik heel veel pannen gebruiken. Maar ik ga nu echt deze video afsluiten. Het spijt me, maar niet afzijger aandoen. Zo, en jij hoeft ook niet te draaien, maar ik doe hem even dicht. In ieder geval, ik hoop je genoten van deze video. Ik in ieder geval wel. Laat nog zeker even weten of je nog leuke ideeën hebt voor de familie. Sowieso ga ik waarschijnlijk wel Sophia naar het appartement sturen. En om hier nog een nieuw kind te voegen. Heb je nog iets leuks om erbij te doen? Laat zeker het even doen weten, want dan ga ik het misschien wel toevoegen in de familie. Maar dan zeg ik nu tot de volgende video. Abonneer op het kanaal, geef een duimpje omhoog. Klik op het belletje. Het is allemaal gratis, dus doe het zeker. Ik moet op één account hebben aangemaakt. Maar doe het zeker en dan zijn we terug. Tot de volgende video. Doei doei! Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!